Hoi, welkom in deel 2 van de uitlegvideo voor deze leuke Olaf. Heb jij niet deel 1 bekeken, dan ga ik hier linksboven een link plaatsen. Als je daarop klikt, kom je in deel 1 van de uitlegvideo van Olaf terecht. Dit is wat we in deel 1 hebben gemaakt. Olaf's hoofd. In de film is hij wel vaker zijn hoofd kwijt, maar toch gaan we ervoor zorgen dat hij in deze video ook een lijfje krijgt. In deel 1 vroeg ik me af of het mogelijk was om Olaf te maken op de loom, want ik heb dit lijfje gemaakt op de monsterteel. Inmiddels heb ik dat uitgeprobeerd, het is gelukt, dus we gaan gewoon beginnen. Als je het hoofd erbij pakt en je kijkt onderop, dan zie je hier 5 ringetjes. Steek je haaknaald daar doorheen en tel het even na. Het moet er 5 zijn. En dan pak je 2 witte elastiekjes. Die zet ik op mijn haak. En die haak ik door die 5 ringetjes heen. Zo. Nu plaats ik deze 2 lusjes op dit pinnetje hier in het midden. En de andere 2 lusjes die nu nog op mijn haak zijn, die plaats ik hier op dit pinnetje. Ik haal het heel even van de haak af, want ik wil je wat laten zien. Dit is zijn die 2 elastiekjes die hier doorheen zitten. En die wil ik nu op dit pinnetje plaatsen. Deze, maar ik wil ze wel een slag draaien. Dus je moet, in het midden moet ze een slag gedraaid zijn. En dan gaan ze hier bovenop. En ik zorg dat Olaf mooi recht, voor zover mogelijk, aan de buitenkant van de loom blijft hangen. Dit is het patroon wat ik nu heb uitgeprobeerd. Wat we gaan doen. We gaan met 3 keer 2 elastiekjes, hier zie je 1, maar gaan we oversteken met een draai in het midden. Het maakt niet uit waar die draai is. Als er maar ergens een draai is, dit pinnetje zit eigenlijk gewoon in de weg. Die hoort er niet te zijn. Bij de monsterteel ben je dit pinnetje kwijt. Nu is hij er wel, dus we moeten er gewoon een beetje omheen werken. En aan de buitenkant hangt Olaf dus te wachten tot hij zijn lijf krijgt. Heb je een monsterteel, dan kan die er doorheen. En dan heb je daar dus ook geen last van. Nog even laten zien op de monsterteel. We hebben in totaal 6 pinnen nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En het maakt niet uit hoe je ze gebruikt. Als het maar mooi verdeeld is. Met een draai in het midden. En dan zou Olaf dus met zijn hoofd door die monsterteel hangen. En dit zijn dan de ringetjes die door zijn nekje gaan. En dan is dit je basis. De volgende 2 elastiekjes die ga ik eerst hier door die 5 ringetjes weer haken. En die ga ik dan zo over laten steken. Van dit pinnetje schuin naar de overkant hier naartoe. Dus ik doe mijn haaknaald door die 5 ringetjes. Ik zet 2 elastiekjes op mijn haak. Dan trek ik ze er doorheen. Ik heb weer 2 elastiekjes daardoorheen gehaald en 2 lusjes plaats ik op dit pinnetje. En die andere die ga ik laten oversteken hier naar de overkant. Ik kom dat middelste pinnetje tegen, ja, die kan ik daar dan even in meenemen omdat die gewoon in de weg zit. Maakt niet uit, maar in ieder geval is het wel belangrijk dat ik ze een slag draai. En deze gaan we verder negeren. Dan moet ik nog 1 keer 2 elastiekjes door Olaf zijn hoofd haken en die ga ik dan hierop plaatsen zo. Dus ik pak weer 2 elastiekjes, mijn haaknaald hier doorheen. Ik trek die 2 witte elastiekjes erdoor. Ik
Ik heb hier twee lusjes op geplaatst. En die andere twee ga ik hierop zetten, hier deze. Maar ik zorg wel dat ik ze nog een slag draai. En dan hebben we nu 5 pinnen in gebruik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pinnen in gebruik. En we gaan straks bij ronde, even kijken, had opgeschreven. Bij ronde 4 gaan we dit uitbreiden naar 8. Dus gaan er nog 2 pinnen meer meedoen. Het zal niet mogelijk zijn om Olaf zijn hoofd helemaal recht te krijgen. Probeer hem wel nu zo recht mogelijk hier neer te zetten, want we gaan straks namelijk de knoopjes bevestigen. Waarschijnlijk zal hij iets met zijn hoofd opzij kijken, maar dat doet deze ook. Hij kijkt ook een beetje hier opzij en dat is ook eigenlijk wel leuk. Dus dat gaat goed komen. We hebben de elastiekjes er nu opgezet. Dat is zeg maar ronde 1. Zometeen ga ik daar witte elastiekjes op plaatsen en die gaan we haken. Dat wordt ronde 2. Ronde 3 gaan we ook weer elastiekjes erop plaatsen, maar dan komt er ook een knoopje bij. En de armpjes. Ronde 4 gaan we deze 6 pinnen, doe ik het weer, deze 6 pinnen uitbreiden naar 8. En dan weer een rondje wit haken. Ronde 7 komt er weer een knoopje bij. En ronde 8 is de laatste ronde die we haken. Dus we gaan in totaal 8 rondes gaan we haken. We gaan nu de eerste elastiekjes plaatsen. Ik zit een beetje te twijfelen. Dit is wel heel ver uit elkaar. Ik denk dat ik deze twee gewoon ga optillen en op dit pinnetje ga zetten. Want dan heeft hij nog steeds mooi bereik. Dus ik pak dit op en ik plaats het hier naartoe. Dan hoef ik namelijk met dat ene elastiekje niet een hele grote afstand te overbruggen. Nu gaan we een rondje elastiekjes plaatsen. Eerste elastiekje doe ik vanuit dit pinnetje schuin omhoog. De tweede sluit ik daarop aan. De derde gaat daar weer op aansluiten. En zo maak ik het dicht. En de laatste gaat hier over het hoofd heen. Is het een beetje dringen, maar het kan. Je hebt nu op elk pinnetje heb je 4 ringetjes. En we gaan per pin gaan we de 2 onderste ringetjes optillen. En over de pin heen naar het midden haken en loslaten. Voorzichtig dat je niet die andere, de bovenste 2 ook eraf haalt. Alleen de onderste 2. Die bij het hoofd zijn waarschijnlijk het lastigst, omdat het daar nogal druk is. Dus neem je tijd, zodat je zeker weet dat je alles hebt gehaakt en dat je het juist haakt. En de laatste 2 hier. Het duurt een beetje aan. En dan gaan we de volgende ronde elastiekjes plaatsen. Maar we gaan in deze ronde gaan we ook een knoopje toevoegen en de armpjes. Dat gaan we eerst doen. Voor het knoopje pak je een zwart elastiekje, eentje. En die zet je 4 keer op je haak. 1 en 2 en 3 en 4. Dan pak je een wit elastiekje, die zet je op je haak en je brengt dat knoopje over. Op dat ene elastiekje. En dan plaats je dit als ronde elastiekjes, wat we net hebben gedaan. Maar dan met dat knoopje, die plaats je precies waar dat hoofd tussen zit. Daar moet die bovenop. Zodat de knoopjes ook straks aan de voorkant zitten van onze Olaf. En zo. Pak je armpjes erbij van Olaf. En dan hier links en rechts van het knoopje, daar zet je een wit elastiekje met zo'n armpje eraan.
Hier gaat bij mij de eerste. En hier komt de tweede. Dus dan zijn deze pinnetjes zijn nu bezet. En dan gaan we het rondje dichtmaken bij de rest. Dat betekent hier nog eentje. Maakt dus niet uit in welke volgorde die elastiekjes daarop zitten. Dat bovenste rijtje, wat we iedere keer gaan haken. En hier nog, en dan hebben we alle pinnen gehad. En dit is dan ronde 3. En die gaan we nu haken. En per pin heb je weer 4 ringetjes. En je haakt de onderste 2 naar het midden. De onderste 2 ringetjes over de pin heen naar het midden. De onderste 2 over de pin heen naar het midden. En hier ook. En daar ook. Let op dat ze goed boven elkaar zitten, zodat je de juiste 2 elastiekjes pakt. En mocht jij een pin vergeten om te haken, dan kom je dat bij de volgende ronde vanzelf tegen. Dan denk je, oh, dat zijn wel heel veel elastiekjes. Dan haak je ze alsnog. Dus zo erg is dat niet. En de laatste 2 bij mij. En dan zijn we toegekomen aan ronde 4. En ronde 4 betekent dat we gaan uitbreiden. We hebben nu 6 pinnen in gebruik en we willen daar 8 van maken. Dus ik ga deze 2 wil ik ook laten meedoen. En het gemakkelijkste is om deze eerst op te tillen en eentje verderop te zetten. Met z'n tweeën. Dus je tilt ze op. En ik rek hem ietsje uit, deze kant op. En dan zit dit pinnetje nu in de weg. Het maakt niet uit, laat het er gewoon langs lopen. Dat armpje, dat mag gewoon zo beneden bij je loom blijven. Dat maakt niet uit. Die zit er goed op zijn plek. Ik ga nu vanuit dit pinnetje een lusje pakken en hier naartoe doen. En ook vanuit die. Maar het mag niet zomaar een lusje zijn. Het moet het lusje zijn wat het verst van dit pinnetje is verwijderd. Je kan hem heel gemakkelijk laten schieten. Dat is mij al gebeurd. Dus kijk eerst mee voordat je dit zelf gaat doen. Als ik het bovenste lusje ervan afhaal, dan zie ik, als ik hier een beetje aan trek, dat hij hier vandaan komt. Ik laat je ook nu even zien met die andere, als ik ze alle 2 vast heb. Zo, dan komt één van links en de ander van rechts. Die van links is het verst, dus die wil ik naar dit pinnetje hebben. Deze ga ik nu terugplaatsen. Die is alvast veilig. En deze hier. Die gaat nu naar dit pinnetje. Diezelfde truc gaan we hier uithalen. Ik heb hier weer 2 ringetjes. En het lusje wat het verst van dit pinnetje is, die moet erop. Dus ik haal voorzichtig de bovenste ervan af. Zorg dat je hem niet kwijtraakt. En je ziet dat hij hier vandaan komt. Dus dat is te dichtbij, denk ik. Voor de zekerheid pak ik deze er even vanaf. Zo, en dan zie je, deze komt inderdaad van links en deze komt van rechts. Dus die van mijn haak gaat terug. Die is nu weer veilig. En deze, die gaat op dit pinnetje. Dus die trek ik hier naartoe en laat ik los. En dan hebben we nu 8 pinnen in gebruik in plaats van 6. En over deze 8 pinnen gaan we weer enkele elastiekjes verdelen. Maak een beetje plek. Dan gaan we weer een rondje maken. En zo meteen de onderste 2, niet overal. Want we hebben wat elastiekjes opgesplitst. Gesplitst. Dus laat ik het zo zeggen. Je moet per pin zo meteen 2 lusjes overhouden. En dat betekent dat je bij sommige pinnetjes
één elastiekje haakt in plaats van twee. Hier is weer een beetje druk bij dat hoofd. En de laatste. Dan heb ik hier nu drie elastiekjes boven elkaar. En waar ik er drie heb, pak ik alleen de onderste. Dan haak je dus eentje er overheen naar het midden. Hier heb ik er ook drie. Pak ik ook alleen de onderste. Hier heb ik er vier, dus pak ik de onderste twee. Dit zijn er weer drie. En hier ook drie. Ik ga hem even draaien, want ik kan er niet goed bij. Hier heb ik er vier. En hier heb ik ook vier. De buitenkant heb ik hier gehaakt. Waarschijnlijk nog hier bij het hoofd. Ja, dat is bij mij de laatste. Dat zijn er vier. De onderste twee gaan naar het midden. Ronde 4 is gehaakt. We gaan weer een knoopje toevoegen voor ronde nummer 5. Pak een zwart elastiekje. Zet die vier keer op je haak. Dan pak je een wit elastiekje en dan schuif je die zwarte ringetjes bij, op. En dan plaats je die witte lusjes hier bij het hoofd, waar we al eerder een zwart knoopje op hebben gezet. En de rest van onze ovaal, dat is het nu een beetje, gaan we aanvullen met wit. Dus hier is het knoopje. En dan ga ik hier verder met wit. En dan hebben we, als het goed is, weer twee. Nee, vier. Vier ringetjes per pin. En je gaat de onderste twee elastiekjes van die vier naar het midden toe haken. Let erop dat ze goed zitten hier. Zodat je wel de juiste twee elastiekjes naar het midden toe haakt. Dat zijn er hier. Deze twee. Duw ze een beetje aan. Hier de onderste twee. En tenslotte deze nog hier bij het hoofd. Dan was dit ronde 5. Ronde 6 wordt gewoon een rondje wit. Maakt niet uit waar je begint met plaatsen, als je maar alle pinnen gehad hebt. Het is verleidelijk om dit stukje te versnellen, maar ik ga het niet doen. Ik zit toch al in deel 2 van de video, dus maakt niet uit hoe lang die wordt. 50 minuten zal ik met deze video niet halen. En de laatste gaat bij mij over het knoopje heen. En dan gaan we weer per pin de onderste twee naar het midden haken. Controleer even of je elastiekjes goed zitten. En de onderste twee gaan naar het midden. Hier ook.
En bij mij de andere kant. Daar kan ik iets minder goed bij, omdat die opening aan de linkerkant zit. Bij de monsterteel heb je daar dus minder last van. Zo. Ronde 7 is nu aan de beurt en er wordt de laatste knoop toegevoegd. 4 keer een zwart elastiekje op je haak. Wit elastiekje pakken, eentje. En die 4 ringetjes daarop overbrengen. En dat knoopje plaatsen waar we al eerder een knoopje hebben gezet. Dat is precies hier bij dat hoofd van onze Olaf. En dan vul je de rest weer op met witte elastiekjes. Dit is ronde 7 en hierna gaan we nog 1 keer een ronde met wit doen. En dat is ronde 8 en de laatste ronde die we gaan haken. Dus het einde is in zicht. Nu per pin 4 ringetjes en we gaan de onderste 2 naar het midden toe haken. Het zal geen verrassing meer voor je zijn. Dit is wat we de hele tijd gedaan hebben. Behalve dan toen we gingen uitbreiden. En de laatste 2 bij mij. En dan is nu de laatste ronde aan de beurt. En dat is een ronde met alleen maar wit. Je gaat weer elastiekjes op elkaar aan laten sluiten. En als we deze gehaakt hebben, dan gaan we daar nog de voetjes op zetten. Heen. En ik zie dat ik hier ook nog een elastiekje heb geplaatst, dus daar moet er ook nog eentje. En dan gaan we ook die ronde weer haken, dit voor de laatste keer. Ik begin even weer aan de andere kant, want dan kan ik er beter bij vanwege die opening van die pin. Onderste 2 naar het midden. Zo. Pak nu de voetjes erbij en die gaan we plaatsen op deze 2 elastiekjes en deze 2. Dit zijn de pinnen waar we steeds het knoopje op hebben gedaan. Hier is het hoofd en dan rechts naast het pinnetje van de knoopjes en links, daar zet je zo'n voetje op. Dan doe je als volgt. Ik heb ze hier op mijn haaknaald. En dan pak je met je haak, pak je 2 van die ringetjes eraf van dat pinnetje. En dan schuif je dat voetje, die lusjes van dat voetje, op die 2 ringetjes. Op deze manier. En dan plaats je die ringetjes weer terug. Kijk uit, raak ze niet kwijt. Help mee met je andere hand.
en zo. Datzelfde doe ik nu met dat laatste voetje hier aan de andere kant. Hier hadden we dat knoopje erop gezet, dus daarnaast, die twee ringetjes, die pak ik op. En dan schuif ik die lusjes, die vier lusjes van dat voetje op die twee ringetjes. En dan plaats ik ze weer terug. En als je Olaf nu hebt gemaakt op een monsterteel of op een gemaakte monsterteel, dan kan je gaan vullen, maar ik kan dat niet doen, omdat die twee pinnen in de weg zitten. En dat heb je niet bij een monsterteel. Dus ik ga deze 8 ringetjes keer 2 ervan afhalen. En voor het vullen vind ik het gemakkelijkst om ze dan te verdelen over 2 haaknaalden. En nogmaals, ik blijf het herhalen, ze zitten los, dus pas op dat je ze niet verliest. Dit zijn de eerste 2 die ik pak. En dan ga ik zo, ik val tegen de klok in. Nou, ik heb een hele lange haaknaald. Je ziet, ik heb hier wat langer stukje, dus ik pak deze er gewoon ook nog bij. Dan heb ik 5 keer 2. Dan pak ik mijn andere haaknaald. En dan pak ik de andere 3 keer 2 er ook bij. Let op dat je voetjes naar buiten wijzen. En dan trek je voorzichtig Olaf er vanaf. En hou die ringetjes vast op die haaknaald. Ik kan nu, als ik deze ringetjes een beetje doorschuif, hier gaan vullen. Je pakt eerst een wat kleinere propje watten. Dat is voor het bovenste gedeelte, zeg maar, van Olaf. En dat stop je erin. Duw het goed naar beneden toe. En daarna pak je wat meer watten en dat doe je er bovenop. En pas op dat je niet je lusjes verliest. Ik zie trouwens dat ik mijn lusjes bovenop aan het verliezen ben bij Olaf. Dus die ga ik eerst even veilig stellen. Want dat willen we natuurlijk niet, zijn haartjes. Dus ik heb ze nu weer op mijn haaknaald gezet. En ik maak weer even dat knoopje. Ik trek hem vast. Zo. En dan kan ik nu weer verder met de onderkant. Ik heb hem gevuld. En we gaan een enkel elastiekje, deze ringetjes die we nu allemaal op die haaknaald hebben, die gaan we overbrengen op een enkel elastiekje. Dan doe ik eerst de blauwe haaknaald. Ik zet dat elastiekje op de haak en die trek ik door al die ringetjes heen. En als dat niet lukt, wat je ook kan doen is dat je ze er zo op tilt. Dus over de haak heen tilt op dat ene elastiekje. En dan, wat nu op mijn wijsvinger zit, plaats ik op de gele haak. Deze schuif ik even door, zodat die veilig is, die blauwe. Die laat ik los. En dan ga ik nu vervolgens, ik heb dit lusje van het enkele elastiekje nu op de gele haak gezet. En dan gaan deze laatste 6 ringetjes, die gaan daar ook op. Ik doe het gewoon 1 voor 1. Neem je tijd. Want ze zitten nog los, je wil ze niet verliezen. Nu zitten alle lusjes op dat enkele elastiekje. En dan doe ik beide lusjes, dus die van die blauwe, doe ik ook op die gele haaknaald. Zo. Nu ga ik een knoopje maken door het achterste ringetje over de haak heen te halen en los te laten en aan te trekken. Dan moeten we nog wat met dat lusje. Je kan er een clipje op zetten en hem dan naar binnen duwen. Maar ik ga hem verstoppen. Dus ik steek mijn haaknaald hier in de buurt. En dan pak ik dat lusje op. En ik trek hem naar binnen. En even verderop doe ik dat nog een keertje. Net zolang totdat hij weg is. Nou, zorg dat die knoopjes goed zijn, dat die voetjes goed naar buiten keren. Ja, dan zie ik dat deze Olaf, terwijl ik het toch al uitgeprobeerd had en het was het goed gegaan met het hoofd, maar deze kijkt toch een beetje te veel naar rechts naar mijn zin.
Nou zijn het elastiekjes, dus je kan ze wel een beetje manipuleren. Maar we gaan dat gewoon zo meteen oplossen met een elastiekje bij de nek. Dus dat komt goed. Zorg dat die tandjes goed zitten. Die neus kan je ook knijpen naar de vorm die jij wil. Die oogjes moeten naar buiten. Dan gaan we zijn haar nog knippen, hoeft niet. Alleen als jij dat wil. Je kan het ook zo laten. Maar ik knip ze zo door. En dan moeten we ook nog wat met die armpjes. Als je deze armpjes hebt gemaakt, deze, dan ben je klaar. Dat is met die twee losse capbands aan het einde en dan ben je klaar. Als je dat niet hebt gedaan, als je hetzelfde hebt gedaan als ik, dan moeten hier nog vingertjes doorheen. Dat doe je als volgt. Je pakt twee zwarte elastiekjes en dan steek je haaknaald aan het einde van zo'n armpje door die lusjes. Het zijn er vier, we hadden een capband van vier gedaan, maar als je twee ringetjes hebt is prima. En dan pak je twee zwarte elastiekjes die je op je haak zet. Die trek je daar doorheen. Beide lusjes, alle vier de lusjes op de haak. En dan een knoopje maken door de achterste twee op te pakken, over de haak heen te tillen en los te laten en dit aantrekken. En datzelfde doen we hier aan de andere kant. Je steekt je haaknaald door enkele ringetjes van die vier van de capband. Twee elastiekjes op je haak. Daar doorheen trekken. Wat nu op mijn wijsvinger zit, op de haak erbij doen. En een knoopje maken door de achterste twee ringetjes over de haak heen te halen. En los te laten en dit aan te trekken. En dan kan je weer de schaar pakken. En ze vingertjes in model knippen. Dan moet je zelf maar kijken hoe lang of hoe kort je ze wil hebben. En datzelfde aan de andere kant. Zo dan. Mocht jouw Olaf te veel naar een bepaalde kant kijken, dan draai je zijn hoofdje een beetje recht. Dan ga je naar de achterkant. Pak je een wit elastiekje. En terwijl je het hoofd recht houdt, steek je hier je haaknaald er doorheen. En ook hier, dus schuin. Zo. Dan ga ik daar een elastiekje doorheen rijgen, haken. Deze manier. Twee ringetjes erop de haak en een knoopje maken. Achterste ringetje over de haak heen en aantrekken. En dan zie je dat het hoofd van Olaf al een stuk rechter is, of in dit geval helemaal recht. Moet je alleen dat lusje nog even wegwerken door je haaknaald in de buurt naar buiten te laten komen en dan dat lusje naar binnen te trekken. Zo. En dan is Olaf klaar. Ik hoop dat hij bij jou gelukt is. En dat je hem net zo leuk vindt als ik. Ik vind het de tijd en de inspanning echt waard. Dus ik hoop dat je iets aan deze video gehad hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!